En hier draait het allemaal om. Een Sint-Jans goudgulden uit ongeveer 1550. Zodra iemand melding maakt van een goede vondst op het forum of op internet, dan gaan de collega's erachteraan. Ik heb dat wel begrepen, ja. Dat van alle uithoeken de mensen richting deze kant heen komen van hey, is er vooral ook iets te vinden. Goudzoekers dus. Groot mysterie blijft waar de amateur-archeoloog uit Vlissingen zijn schat heeft gevonden. Zelf wil hij er niks over kwijt, terwijl het mogelijk waardevolle historische informatie is. Er is een officieel register waar men vondsten aanmerkt en aanmeldt. Het is het minst fatsoenlijk om het gewoon te melden bij de heemkundekring, zodat zij de archeologische waarde en de historie kunnen bepalen van zo'n gebied. Het geeft toch weer een beeld van, hé, er is veel gebeurd hier. Dat bevestigt dat de feiten. Ondertussen kunnen ze bij de heemkundekring alleen maar gissen over hoe de munt in Waalwijk terecht is gekomen. Meest waarschijnlijk is dat het iets te maken heeft met de 80-jarige oorlog. Die troepen die hier doorheen trokken, van Graven, van Heusden, naar Geertruidenberg en Bergen op Zoom, allemaal gaan ze garnizoensplaatsen. Ja, die soldaten brachten, veel buitenlandse huurlingen, brachten dus ook vreemd geld met zich mee. De Sint-Jans goudgulden uit Waalwijk ligt inmiddels veilig in een kluis in Amsterdam. Gaat u zelf ook met de metaaldetector in de weer komend weekend? Nee, ik heb er geen, jammer genoeg niet. Ik vind, af en toe heb ik wel eens gezegd van jammer, moet ik zo'n ding kopen, ja of nee, maar het is er nooit van gekomen. Het zijn altijd wel beginners die geluk hebben, dat wel.